In een oude Jaguar arriveerde Oudshoorn vanmiddag in een omgetoverde fabriekshal bij Apollo Vredestein. En daar werd de topman opgewacht door honderden genodigden, waaronder veel werknemers. Dat hij voor het bedrijf heel goed is geweest. Dus ja, wat dat betreft zal het bedrijf hem zeker wel gaan missen. Ik heb niet meer gewerkt, dus, maar de verhaal ik wel altijd positief. 18 jaar heeft Oudshoorn de scepter gezwaaid bij de Enschedese bandengigant. En in die periode heeft hij een belangrijke rol voor het bedrijf gespeeld. Ik denk daarbij onder andere aan de momenten van de overnames. In eerste instantie waren wij zelfstandig. Daarna kwamen wij in de handen van Russen. Dat is wat ons betreft geen gelukkig huwelijk geweest. Maar als je nu met name kijkt ook naar onze huidige eigenaar Apollo, dan kan je niet anders zeggen dan dat Rob dat op voortreffelijke wijze heeft gedaan. Maar als ik toch zie 18 jaar en heeft het bedrijf van een 3 ploegen plus overwerk naar nu 5 ploegen vol continu. Nou, dan heb je het toch als directeur goed gedaan, denk ik. In 1946 verhuist Vredestein vanuit Loosduinen naar Enschede. Een aantal jaren later fuseert het met een rubberbedrijf uit Raalte. Het bedrijf groeit en de producten worden verscheept naar meer dan 125 landen. Onder leiding van Oudshoorn gaat Vredestein in zee met een wereldberoemde Italiaanse ontwerper. Er wordt de koers verlegd van gewone naar designbanden. Via Russische investeerders komt Vredestein in 2009 in handen van het Indiase Apollo. Een van de belangrijke gebeurtenissen in de periode Oudshoorn is de grote brand van 2003. Maar wat minimaal even zo vreselijk was, was eigenlijk de administratieve afwikkeling. Dat heeft jaren geduurd. En er zijn natuurlijk een hoop ongelukken gebeurd, ook met de omliggende bedrijven die daar schade van gehad hebben. Het was een hele nare periode. Wat is u het meest bijgebleven? Ja, ik heb een aantal dingen natuurlijk die me bijgebleven zijn. Een van de belangrijke dingen is bijvoorbeeld toen we begonnen te werken met Giugiaro. Dat heeft het bedrijf echt compleet veranderd. De mensen veranderd, de kantoren waarin we zitten, de kleding tot en met natuurlijk onze banden. Dat heeft heel veel gedaan voor ons bedrijf. Rob Oudshoorn gaat nog niet met pensioen. Hij krijgt een bestuursfunctie bij PON.